meegenomen. Een prachtig visje en bekend bij ons allen. In elke keuken aanwezig en voor diverse doeleinden te gebruiken. Sushi, een lekker filetje, prachtig. Let's ask the farmer of this product. Here we have the sea bass, the European sea bass, Dicentrarchus labrax. We take about 18 to 20 months to grow this fish to about 400 to 600 grams. But hey, it's not just a job for us. We do it with a lot of pride. You do it with your heart. Yes, and it's a full-time hobby, what we do. We're making sure we look after the animals. We make sure we look after the environment, the people who work. And last but not least, we make sure we look after our customers. This is a living proof. You look at this fish. It's like been taken out of the water this morning. Yeah, it looks lovely. And how you get it like this? What's the secret? It is very important that once you take the fish out of the water, you make sure it's immediately put into the ice bins and then carried to the nearby packing station. Packing station is always very close to the farms. This is very important. Ja, en onze Griekse kookschot heeft deze week weer een prachtig gerecht ervoor gemaakt. Martijn, wat heb je gemaakt? Ik heb het gerechtje al even voorbereid. Ik heb een bruschetta gemaakt, mooi geroosterd stukje stokbrood. De zeebaars even kort in de pan gebakken, klein beetje olie ingesmeerd. En ik heb hele mooie antiboise gemaakt. Hele klassieke vis- en vleessaus op basis van olie, tomaat, knoflook, kappertjes en zwarte olijf. Maar in dit geval heb ik er ook pimenton bij gedaan. Dat is heel mooi gerookt paprika poeder. Dit is de zachte variant. Je hebt ook een pikante. Geeft hem even een klein beetje rooksmaak. En in feite heb ik afgetopt met basilicumkres. En ik gebruik uiteraard een hele mooie Spaanse olijfolie om hem nog even na te druppelen. En zo heb je eigenlijk voor de kerst een heel mooi licht voorgerecht. Het ziet er geweldig uit. Een lekker broodje met zeebaars. Perfect. Geniet ervan.